Welkom op deze feestelijke openingsdag van het Metamorfose Lokaal. Vrijplaats voor het denken en proeftuin voor de waarneming. Van de Vlinder en Libellen Stichting loopt ook met ons mee in de wandeling. En zal de wandeling opluisteren met allerlei weetjes over wat er in de tijd van Goethart rondvloog en wat er vandaag nog steeds rondvliegt en kruipt in Middelburg. Dank Kees voor het onder aandacht brengen van de 400ste verjaardag van Goethart dit jaar. Deze ruimte, het auditorium, was de vesting van de illustere school. De illustere school heeft inmiddels nog niet zo vreselijk bloeiend bestaan geleid, maar wel een aantal korte bloeiperiodes gekend. En die waren gevestigd in deze tijd. Ik heb hier geen verhoging, maar ik zal het proberen. Het is iets hier buiten, niet binnen. Een anatomisch theatervesting. En daar lector wordt in de anatomie. En de afhankelijkheid was van de Spaanse overheid, is op een goed ogenblik de Universiteit Leiden opgesticht, met daarin een hele empirische insteek. Er zijn prachtige tekeningen gemaakt van de huizen die hier gestaan hebben, maar men heeft nooit gedurfd om het te publiceren uit angst dat het toch wel heel schandalig was dat mensen zouden doen. Maar daardoor weten we wel hoe deze huizenrij er amper precies heeft uitgezien die hier gestaan heeft. Ophield. Dus eigenlijk woonde Goethart iets buiten de echte stad. In ieder geval ergens op dit rijtje moet hij gewoond hebben. Op een huis met een binnenplaats, weten we. Ik ben voorzitter van die club en we kijken en monitoren zowel vlinders die bloemen bezoeken als libellen die hun larven in het water hebben. Dus de schoonheid van het water is aan de orde naast de gedragsstudie. En voor veel gemeenten is het interessant om vlinders te monitoren en te zien hoe de biodiversiteit zich ontwikkelt in hun gemeente. Die zitten in het borststuk. Dat zijn luchtkamers en die worden als het ware met straal aangedreven. Ze hebben wel vier vleugels op de fladderen, maar die luchtkamers die worden door de zon opgewarmd, zetten wat uit en langs achteren wordt de warme lucht er als het ware uitgestuwd. Dus krijgen ze... Dat is om de vrouwtjes bij hun lurven te pakken. Want ze doen aan seks de sloot. Maar dit is haar achterlijf. Ze dipt dat even in het water en laat ze dan los. Ja, kijk maar. Dat zie je gebeuren. Tijdens de nacht. Kijk, je ziet ze even het water aanraken. En dat noemen we exofytisch. Buiten planten om. Ze laat ze gewoon los in het water. Die zakken naar de bodem, kleven aan een plantje of een steen. Maar waar zit ze nu vast aan het vangen van die man? Nou, ja, dat zie ik. En hij heeft haar zo achter haar ogen. Okay. En er zit achter haar ogen bij de lurven gepakt. Okay. Met die tangen zo. Okay. En dan kromt zij voor de paring haar achterlijf naar voren om die handeling te verrichten. Moet maar en dat is gedaan. Dat is al achter de rug. Het Metamorfose Lokaal is een initiatief van University College Roosevelt en gemeente Middelburg in het kader van Middelburg 800. En het Metamorfose Lokaal sluit aan bij de viering van de 400ste geboortejaar van stadgenoot, fijnschilder en insectenkundige Johannes Goethart, die hier in Middelburg woonde van 1617 tot 1668. Het vooronderzoek naar welk soort openlucht leslokaal zou passen bij een stad als Middelburg. Bij dit plein en bij Liberal Arts and Sciences onderwijsinstelling heb ik gebundeld in een publicatie. Kromgegroeid hout ligt op de werf. Mallen maken om de goede radius uit het hout te halen. Hout markeren met gele verf en nummers. René zaagt, niet schaaft, de bomen in plakken van 7 centimeter dik. Iemand toont hem daar. Dat is de schuine verbinding tussen twee ronde planken. Schuren, schuren, schuren. Want de D1 laat alle oneffenheden zien. Juni. Nog 6 lagen D1 en een aantal lagen D2. Het is eigenlijk ook heel bijzonder dat we 400 jaar na zijn geboorte
hier Johannes Goedart voor het voetlicht mogen halen. En zo zien we eigenlijk dat een heel stil en onbetekenend pleintje in het hart van Middelburg omgetoverd wordt tot een centrum van ontmoeting. Niets is onvergankelijk op aarde. Alles vliegt heen, ieder beeld onvast is van vormen geschapen. Zo ook de tijden zelf in gestadig bewegen voorbij gaan. Goed, nou, dan ga ik maar beginnen. Ik zet even mijn bonnet af. Dat heb ik net nog aan een echte professor gevraagd. Dat mag als je spreekt. Want die klok staat volgens mij stil. Nou, dat het hier een bijzondere plek is. Het eerste deel van Goedart, daar zijn verschillende dedicaties voor geschreven. En hij schreef dus ook een dedicatie aan de Baljouw, burgemeesterschepenen en de raden der wijken van Oeverkoopse Middelburg. En het is eigenlijk heel bijzonder, want u klopt nu. De meeste van u kloppen nu voor een voorstelling die jullie niet gezien hebben, want jullie waren binnen.